Today is a very sad day. Dit is namelijk de allerlaatste Bali vlog. Dit is toch niet normaal? Dikke tietenpoeder. Als je mijn eigen klein maakt. Het is echt warm, man. Is het lekker? Warm. Good night. Wat is happening? Nou, het is echt zo. Ik ben echt een beetje verbrand. Wij zijn weer terug in Canggu. We hebben 4 of 5 plekken gehad en nu zijn we dus weer voor de laatste paar dagen terug in Canggu. Daar word ik heel blij mee, want ik vind het hier echt heel erg leuk. Dus vergeet niet om te abonneren, laat even een like achter en heel veel plezier met kijken. Good morning! Wij gaan weer even ontbijten bij ons favoriete ontbijtplekje, namelijk Touché. Dus we hebben daar één ding wat zeg maar het soort van ding is wat je daar echt moet eten. Dat zijn die fluffy pancakes. Die hadden we nog niet gegeten, dus dat gaan we vandaag doen. Dus ik merk echt dat we weer bij de zee zitten, want mijn camera beslaat echt de hele tijd. En alles wat ik zeg maar 's ochtends weer aanraak is gewoon vochtig. Wat echt een beetje gross is. Maar goed. We zijn gisteren dus uit geweest. Dus het is nu 11:15. Maar ik vind het nog een redelijke tijd. En ik voel me ook goed. Dus dat is altijd fijn. Good morning. Hi. Dit is toch niet normaal? Oh. Je kan hier een immune system shotje doen. Nou, dan heb je hem hoor. Ik ga denk ik voor de probiotic. En hij ziet er echt heel goor uit met fermented fruits. Maar. No, can I have the probiotic care? Oh, het zijn echt hele grote shotjes. Ja? And if it's then good. Oh no, yeah. Smile. I trust you. Okay, cheers. The smile is different with the pen. Oh, it's okay. Really nice. Yeah, it's nice. What have you? Dikke tietenpoeder. Nou, 7 euro voor dikke tieten. Wat is dat? Als je mijn eigen klein maakt. Is het wel keihard zweten op zondagmiddag. En fucking pet. Fucking lekker, echt. Een fave food ever. Nou, als ik een grote koffer mee had, had ik het geweten, maar... Ik heb echt 2 uur geslapen. Vier tot zes ongeveer en het is nu 7 uur en nu gaan we even uit eten. Het was echt zo koud op de kamer, echt. De airco stond op 21, maar dat had ik niet echt door, dus het was echt vet koud. En nu is het ineens weer heel warm, want het is wel 30 graden of zo. Dus dit is de outfit. Echt de simpelste outfit draag ik hier, maar ik vind het heerlijk. We gaan even pasta eten of pizza. Ik weet nog niet zo goed waar ik zin in heb. Maar bij een tentje waar we al 3 weken geleden een keertje hebben gegeten. Dus dat was heel lekker. Of een wit t-shirt met pasta de beste optie is. I don't know. Proberen hem schoon te houden. Die markt straks was echt heel erg leuk. Ik ben echt blij dat we daar geweest zijn. Maar daarna heb ik echt niks meer uitgevoerd. Want ik was echt nog heel moe. En ik denk serieus dat het nog steeds komt van toen we 3 dagen geleden de vulkaan gingen beklimmen echt midden in de nacht. Toen heb ik eigenlijk gewoon een hele nacht geskipt. Want toen heb ik maar 1,5 uur geslapen of zo. En daarna een hele vulkaan beklommen. Dus voor iemand die altijd 8 uur slaapt is dat best wel een verschil. Hey, there she is. Echt warm, man. Warm. Is het lekker? Warm. Dat is slim van jou. Niet groter dan zeg het. Wij zijn weer terug op de kamer en ik heb even snacks gehaald. Oreo's. En soms vind ik dit echt een mediocre snack, maar soms vind ik het toch zo lekker. En dat is nou. Maar ik weet niet wat het is hier, maar ze zitten echt wel allemaal los erin. Als in allemaal van die losse helftjes. Dit is mijn bedje hierboven. Wow.
En ik kan gewoon alweer slapen. Ik ben weer 2 uur wakker. Daarvoor heb ik 2 uur geslapen. Maar ik vind het ook echt heerlijk. We hebben vandaag echt helemaal niet veel gedaan. I need some rest. Dus ik vind het echt helemaal chill. En ik heb wel bedacht, als ik morgen vroeg wakker ben, wat ik me op zich kan voorstellen als ik nu vroeg ga slapen, dat ik dan misschien even wil sporten. We'll see. Ik had even een paar dagen dat ik echt helemaal in het vroeg opstaan was, maar het is weer een beetje eruit. Ik ben er nu echt klaar mee, dus ik ga mijn skincare doen en dan slapen. Good night. Het is 8:15 en ik heb een uurtje om even te sporten. En ik weet niet, ik wilde echt heel graag nog even sporten, want ik heb in totaal denk ik 3 weken gesport in de 3 weken dat ik hier was. Wat echt niet zoveel. Ik merk wel als ik het doe dat ik dan gewoon wel een hele chille dag verder heb. Het is zo vochtig hier. Anyway, ik was gewoon vroeg wakker en ik dacht, nu kan ik even gaan. Dus ik ga even een Gojek scooter bestellen, want anders wordt het een beetje krap met lopen. Hi, thank you. Thank you. Show me that formula. Late night drive with you, changing on the road. Can you make time for me now? Girl, I'm coming now. I'm in love with you, I know say not you too, but I like it too. Ooh, I've been searching for you, love me now. I've been running to you, my reading now. Baby girl, you're so sweet for my sugar. Ik heb vandaag letterlijk gesport vanochtend. Nu heb ik mijn wimpers laten lichten en mijn nagels aan het doen. En dadelijk heb ik een facial. En misschien ga ik nog een piercing zetten, maar twijfel. But I like it like this. And I don't need, like, I don't know if that's a blue or something, but I just like it with gold. Oh my god. Oh my god. Kijk dit. Ze zijn echt zo mooi. Ik ben er echt zo blij mee. En ik heb dus ook een lash lift gedaan. En ik zie het wel een beetje. Maar ik heb gewoon hele korte wimpers. Dus ik had ook niet verwacht dat het heel bijzonders ging zijn. Die lash lift was letterlijk 5 euro. En dit was 10 euro. 10 euro. Het slaat echt nergens op. En ze zijn bijna 2 uur bezig geweest. Heel mooi. Met die airbrush. Blauwe. Yeah. Ik heb echt helemaal een self-care nog. Want ik ga nu door naar mijn facial. Drink the water. En daar heb ik ook zoveel zin in. Oh. Echt, er komt zoveel zand op je hoofd hier. Alleen al op een scooter zitten, achter op een scooter zitten. Echt, je wordt echt... Alles komt in je gezicht. Dus ik heb er alles aan. Mijn wimpers of mijn oogleden trekken echt nog zo. Bier, ja. Waar ging je mee naar die dierentuin? Uit Flittenbeur is echt koude vies eigenlijk. Heel goed. Volgens mij bij mij ging die eerst in de was hoor, voordat ik hem mocht aanraken. Nou, dan weet ik niet of dat bij mij zo was. Ik weet wel nog dat het echt zo lang duurde voordat je dan aan de beurt was. Dan... Ja, 26 keer. Ja, het duurde fucking veel weekenden voordat ik hem hier kreeg. Zat ik nu weer net aan de verkeerde kant van de kring toen ze dat gingen verdelen. Wow, het is wel mooi! Het is echt... Ik had dus die facial en je mocht 8 uur je wimpers niet nat maken. Dus ik had tegen haar gezegd van... Ik ben gewoon aan het kijken, je had het nog niet gezien. Ik ben alleen aan de borst. Papa, ja, dat doe je. Heb jij dat ook trouwens, een lash lift?
Nee. Meer gelift dan die van mij. Ik had tegen die vrouw van die facial gezegd dat ze mijn wimpers even omheen moest doen. Omdat het dus niet nat mag worden. Want anders is gewoon heel je lash lift. Gaat hier gewoon zo. Ik vond het al echt zwaar oncomfortabel, heel die lash lift. En het kostte 5 euro, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar ik heb er echt een uur gelegen. Ja. Die hele facial, het eerste wat die vrouw doet, is gewoon een washandje over mijn gezicht, over mijn wimpers. Ik zei, En het allerlaatste, de allerlaatste stap was dat ze een soort, het was geen setting spray, maar echt gewoon zo'n spraytje op mijn hoofd deed. En ik zat daar echt, doe dit gewoon even niet. Dus ze zei, ja, ja, little bit. Ik zei, ja, maar nee. Misschien maar goed, verder was het wel lekker. En daarna zei ze echt, 2 minuten later was ze dus klaar. Ze zei, oh, sorry. Ik zei het echt 5 keer. Dat vind ik wel de leukste mensen die dan gewoon doen wat niet mag. Dat en dan zeggen, ja, boeien, ik wil gewoon jouw wimpers nat maken. Dus nu is mijn... gewoon een dikke vette haal eraan. En ze vroeg ook nog, oh, where did you do it? In Chengdu area looks nice. En daarna ging ze echt zo... Let me just erase it for you. Dus ze waren al niet mega gelift, maar nu niet echt meer. En ik heb echt 3 dagen geleden mijn wenkbrauw geverfd. Maar het is niet meer zo geverfd. Nu is ook gewoon mijn laatste avond. Morgen zit ik letterlijk al in het vliegtuig. Very sad. En voor de laatste avond heb ik mijn favoriete outfit aangedaan. Dit witte topje van de Zara is echt, als die kwijt gaat, ga ik echt huilen. En nu zie ik ook echt hoe bruin ik ben. Ik heb het al die tijd niet echt doorgehaald, maar nu denk ik echt, jezus. Ze heeft 2 bier om voor laten surfen. Nee, je hebt hier ook tegen gekregen. Ja, maar ik heb daar geen bier voor nodig. Ik wel, ik ben echt super klein. We gaan naar Lombok. Wow. Oh my god, ken je dat je te veel Pringles hebt gegeten en dat je zo misselijk bent? En je eigenlijk nog moet avondeten? Ja, dat. Op een lege maag, terwijl je eigenlijk honger hebt, heel veel Pringles eten. It's not good. Ja. Haren, ik kan het echt niet aanzien. Morgen zit ik gewoon al in het vliegtuig op deze tijd. Daar schrijf ik nog niet helemaal. Magic, I changed. Dit is echt mijn favoriete grote shirt om in te slapen. Ik heb hem ook echt niet eens 1 keer normaal aangehad. Alleen maar om te slapen volgens mij. Mijn koffer, ik heb ook echt 3 dagen lang alleen maar nieuwe kleren op de stapel gegooid. We will deal with that tomorrow. Ik ben klaar met mijn massage. Het was echt zo lekker. Ik heb gelijk even een koffietje gehaald. Ik dacht, ik wil geen koffie drinken voordat ik daarheen ga, want ik weet dat ik dan moet plassen. Deze massage had ik nog van Mette en Mout gekregen voor mijn verjaardag, dus dat is echt super lief. En het was echt zo chill. Mette en Mout zijn nu even surfen, die kunnen wel surfen. Dus die zijn denk ik nog wel 2 uurtjes bezig. En ik moet over 2,5 uur sowieso uitchecken, of over 1,5 uur eigenlijk al. En vanmiddag wilden we nog even naar het strand, want vandaag is mijn laatste dag. Dus voor de laatste dag wilden we nog wel even op het strandje. Het is wel een beetje bewolkt vandaag, dus dat is een beetje jammer. Ik ben nu uitgecheckt en ik heb wel mijn meeste spullen daar laten staan, want Mette en Mout blijven nog 1 nacht hier. Dus dat is op zich wel chill, want als het goed is kan ik dan gewoon nog even douchen. En ze zijn nu klaar met surfen, dus ik ga er even naartoe. Dan gaan we nog even chillen bij een soort strandtent, eigenlijk gewoon een cafeetje aan het strand. Wat dus een strandtent heet, echt. Zo, ik ben echt een beetje verbrand. Zie, gelukkig is de laatste dag. Het is wel echt zo verbrand dat ik zeg maar morgen hopelijk niet meer verbrand ben. Anyway, ik heb een koekje gehaald, even rood als mezelf. Red velvet. En het is echt bijna paars gewoon. Ik heb hier ook zo weinig groenten gegeten. Het is echt alleen maar pizza, sushi, burgers. Yummy. Nou, ik heb mijn spullen al ingepakt. Ik moet zeggen dat het nog aardig goed dicht gaat. Maar ik hoop echt dat ik hem niet open hoef te doen bij de security. Want dan gaat hij echt ontploffen. En ik heb deze ritsjes al net kapot getrokken. Dus ik hoop echt dat hij zo kan blijven zitten. Dan is het op zich oké. Wow, ik lijk echt heel bruin op deze camera. Maar ja, ik heb er aftershun op gedaan. En hopelijk is het dan morgen wat minder. De enige keer hier dat ik echt verbrand ben. Maar ik had ook gewoon niet goed genoeg ingesmeerd. Ik neem eigenlijk altijd een pet mee naar het vliegveld en een trui. Maar die doe ik nu nog niet aan, want het is wel nog gewoon
30 graden. En dat was het dan. Maud en Mette blijven nog even in Azië. Maar na 3 weken was het voor mij tijd om weer naar huis te gaan. Dit was echt de leukste vakantie ooit. En ik kan echt niet wachten om weer weg te gaan. Ik wil jullie bedanken voor alle liefde op deze vlogs. En ik hoop dat jullie er net zoveel van hebben kunnen genieten als ik. Vergeet niet om te liken en te abonneren. En dankjewel voor het kijken. Tot de volgende.